kan doen, is eventjes ruiken aan deze dop. Tof dat je weer kijkt naar een video. Nou, je hebt waarschijnlijk op deze video geklikt omdat je geïnteresseerd bent in motoren. Je bent misschien van plan om er eentje te kopen. Je bent op zoek naar wat tips. Mocht het dan allemaal niet zo zijn, mocht je geen interesse hebben in motoren, klik dan zeker even weg en zorg dat je einde van de week weer terugkomt op mijn kanaal. Dan gaan we namelijk weer samen vette avonturen beleven. En vandaag gaan we het hebben over motoren. Hey jongens, wat ik gaaf vind is echt maximale doen met minima de middelen. En dat geldt ook voor deze motorfiets. Ik kocht hem voor 500 euro. Ik heb er weliswaar nog voor 100 euro aan verspijkerd. Maar rij nu inmiddels alweer bijna 3 maanden op een, vind ik zelf, hele relaxte motorfiets. Dus het lijkt me super tof om jullie in deze video in ieder geval een stap of 7, 8 te laten zien die ik altijd doorloop op het moment dat ik een motorfiets koop. Zeker als het wat een goedkoper is, zeker als het een wat oudere motorfiets is. Dus zet je even keihard schrap voor in ieder geval 8 tips. En er komt ook nog een bonus tip achteraan. En die komt natuurlijk aan het einde van de video. Kun je niet wachten? Spoel dan zeker even door. En het allerbelangrijkste is natuurlijk of die burn-outs kan doen. Zo jongens, ik heb hier eventjes omgedraaid. Het lijkt me goed om aan de voorkant van de motorfiets te beginnen. En dan werken we langzaam onze weg naar de achterkant. Een van de belangrijke dingen waar ik zelf altijd eerst naar kijk zijn de remmen. En natuurlijk beginnen we bij de remschijven. Nou, waar je hier vooral op wil letten is of die schijf er een beetje fatsoenlijk uitziet. Niet al te veel vieze krassen erin. En of dit richeltje, of daar niet echt een enorm richeltje zit. Nou, dat is bij deze gelukkig niet het geval. Wat mij in ieder geval zegt dat die remmen op zich nog in vrij nette staat zijn. Het tweede belangrijke deel van die remmen is natuurlijk die remklauw, waar 2 blokjes in zitten die op de schijf geperst worden. En die zijn te zien op het moment dat je je hoofd bijna tussen de spaken steekt. Zo kun je het goed zien. Zorg in ieder geval dat je kijkt of er tussen het remblok en de schijfrem, of dat uitstekende stukje remvoering, of dat in ieder geval 2 mm is, dat moet het minimaal zijn. En het liefst natuurlijk gewoon nog een stukje meer. Waar moet je op letten bij de banden? Jullie weer even omgedraaid. Ja, waar je natuurlijk op let bij een band is een beetje de algehele staat. Hè. Zit er gewoon nog fatsoenlijk profiel op de band? Nou, dat is bij deze zeker het geval. Ligt hij een beetje netjes om de velg? Nou, dat ziet er allemaal keurig uit. En voor de rest heeft iedere band op de zijkant een zogeheten dotcode. En daar staat in dit geval een jaartal bij en dat is 2015. En dat zegt mij dus dat die band in 2015 geproduceerd is. Nou, de meeste banden kunnen prima 5 tot 7 jaar ouderdom aan. Dat vertelt mij in ieder geval dat deze band voorlopig prima nog even mee kan. De veringchecker. Nou, we zijn nu toch aan de voorkant, zullen we meteen even doen. Wat bij deze motor opvalt is dat de hoezen die de vering beschermen. En nogmaals, niet iedere motor heeft dat. Deze heeft dat wel. Maar deze hoezen zijn behoorlijk beschadigd. En dat kan betekenen dat er vuil en rommel hier tussen kan komen. Wat vervolgens de kering beschadigt die hierin zit. Deze voorvork, daar zit olie in en er zit een vering in. Op het moment dat die kering lek gaat, dan wordt de olie niet meer tegengehouden en kan die gaan lekken. Dit zijn overigens wel dure reparaties. Dus op het moment dat je je vinger over de voorvork haalt en dan uiteraard onder de hoes, moet hij er netjes en droog uitkomen. Zit er nou olie op je vinger, dan weet je dat de kering lek is. En dan weet je in ieder geval dat je een relatief dure reparatie te wachten staat. En als je hier nou toch aan de voorkant van de motorfiets zit, dan is het meteen een goed idee om even te kijken of het lagerwerk van de voorkant nog in orde is. En dat betekent zowel je balhoofdlager, dus die zorgt dat het stuur kan draaien, als wel het wiellager wat hier in het midden van je wiel zit. Nou, het balhoofdlager is relatief simpel te checken. Op het moment dat die versleten is, dan maakt hij een soort putje in het lager. En dat doet hij op de plek, op de stand waar het stuur het meeste in staat. En dat is eigenlijk voor de meeste motoren is dat gewoon de rechtuit natuurlijk. En die kun je voelen. Dus op het moment dat je het stuur langzaam van links naar rechts beweegt en op de middenpositie van het wiel voel je een knikje, een putje, dan is dat een indicatie dat je balhoofdlager langzaam aan het slijten is, kapot gaan is.
Ook dit op zich niet een gigantische reparatie, maar er moet wel het een en ander uit elkaar. En vaak zijn die lagers ook niet heel erg goedkoop. Dus wel even iets om in de gaten te houden. Een ander ding is het wiellager. Die zit hier in het wiel. En die kun je vrij makkelijk checken door het wiel boven te pakken en hier beneden te pakken. En te kijken of je hem over zo of over zo kan bewegen. Of daar een beetje speling in zit. Nou, ik kan het eigenlijk bij deze niet laten zien, want het zit er niet in. Maar wel goed om even een smiezen te houden. Dan is een punt van aandacht altijd de uitlaatbochten en natuurlijk het volledige uitlaatsysteem van voor tot en met achter de motor. Bij deze motor zijn het er twee. Waar ik altijd op let is of ze niet te veel roest hebben. En soms is dat wat lastig te zien. Zeker als een motor wat langer stilstaat, dan krijg je al snel wat van die vliegroest erop. En het meeste brandt er wel weer af op het moment dat je een tijdje gereden hebt en ze goed warm zijn geworden. Dit zijn over het algemeen, zelfs al koop je in de tweedehands, zijn best wel dure onderdelen om te kopen. Dus hou daar zeker even rekening mee. Nou, hier nogmaals, er zit her en der wat vliegroest op, maar niks ernstigs. En ook richting de grote knalpijp ziet er allemaal nog netjes uit. Toch aan de achterkant van de motor zitten, kunnen we meteen hier eventjes naar de remschijf kijken. Nou, ook hier voel ik helemaal geen richeltje, dus die schijf die lijkt prima. Ik kijk hier ook weer even tussen de remblokken. Even kijken of ik het jullie kan laten zien. En je kan het hier een beetje zien dat daar nog fatsoenlijk wat materiaal op de remschoenen zit. Belangrijk ander slijtageonderdeel van de motorfiets is natuurlijk de ketting en zijn natuurlijk de tandwielen. En daar gaan we nu eventjes naar kijken. Wat voor mij altijd een belangrijke indicatie is, is of de bovenkant van de tandjes of die nog plat zijn. Dus of je een beetje een bot tandwiel hebt. En dat vertelt mij dat ze in goede staat zijn. En dat klopt ook wel, want toen ik de motor verkocht, werd mij verteld dat er net een nieuwe ketting- en tandwielen set op is gegaan. Nou, de ketting is ongelooflijk smerig, maar is nog wel redelijk nieuw. En dit tandwiel is ook prima, in prima staat. En mochten deze tanden nou heel erg scherp zijn, dan kun je ervan uitgaan dat ze een aardig eindje versleten zijn. En vaak kun je het dan ook wel hier zien als je de ketting vastpakt en je probeert hem een beetje heen en weer te schuiven over het tandwiel. Nou, je ziet in dit geval, lukt dat bijna niet. Er zit een heel klein beetje speling. En je kan hem hier ook iets naar achter trekken. Maar het is ook niet zoveel. Dus dit zijn echt de dingen die je absoluut eventjes na wil voelen. Om te checken of die ketting set en die tandwielen in orde zijn. Bij de meeste motoren zit het voortandwiel achter een kapje. Dus dat is in dit geval even wat moeilijker te zien. Ik heb deze specifiek ook al los gehad om even te kijken. En die zag er prima uit. De koppeling die zorgt dat de versnellingsbak zijn kracht kan overdragen naar de achterwielen. Het liefste wil je dat je een beetje goede koppeling hebt. En dat kun je vaak merken aan het feit of de koppeling heel erg hoog zit of laag. En ik zal proberen om dat uit te leggen. Op het moment dat je de koppelingshendel inknuit en je zet de motor in de versnelling. En je moet de hendel bijna tot het einde loslaten voordat de motor gaat rijden. Dan zit de koppeling hoog. En het kan zijn dat het een kwestie is van een beetje bijstellen. Maar meestal is dan gewoon het geval dat de koppelingsplaten een beetje op hun einde lopen. En die zitten bij deze motor hierachter. Is allemaal geen ramp. Het kan er ook allemaal af. Maar dit zijn wel weer reparaties die meteen... Nou, je kan het zelf doen. Dan ben je vaak voor onder de 100 euro klaar. Laat je het doen, ben je alweer gauw 200 tot 300 euro kwijt. Beetje afhankelijk van het type motor. Hey jongens, ik had jullie nog een bonus tip beloofd. En die heeft alles te maken met deze oliedop hier zo. Bij de meeste motoren zit hij aan deze kant van het blok. Hier kun je uiteraard de olie bijvullen. Nou, bij de meeste doppen, als je hem eraf draait, steekt er nog een stok uit, een dipstick. Dan kun je ook meteen mooi de kleur van de olie zien. Nou, dat is bij deze iets lastiger te zien. Misschien kun je zo'n idee krijgen. Is lastig te zien, maar wat je wel kan doen, is eventjes ruiken aan deze dop. En op het moment dat je daar... aan ruikt en je ruikt behoorlijk veel brandstof, het is gewoon echt een benzinelucht,
Dat kan wat vertellen over de hoeveelheid benzine die dus eigenlijk langs je zuigers en je cilinder je oliekarterbak incijpelt. En dat kan wat vertellen over dat de motor in ieder geval wat meer versleten is dan je misschien aanvankelijk dacht. Dus nogmaals, ruik je aan die olie en ruik je een enorme verse brandstoflucht, dan denk er nog even goed over na of je hem wil kopen. In ieder geval goed idee om even de olie erop los te halen en even te kijken naar de kleur van de olie. Lichte olie is altijd goed. Weet je in ieder geval dat dat stukje aan onderhoud een beetje gedaan is. Zo, dan zijn we alweer aangekomen bij de allerlaatste tip die ik voor jullie heb. Alvorens we de video af gaan sluiten. De laatste tip die ik je mee wil geven is: zorg dat je voordat je bij een motor gaat kijken, al eventjes op de website van de RDW het kenteken van de motor checkt. En daarop zijn heel veel gegevens te zien. Waaronder het bouwjaar van de motorfiets. Wanneer die toegelaten is in Nederland. En daaruit kun je bijvoorbeeld herleiden of een motorfiets geïmporteerd is, ja of nee. En wat voor mij altijd een belangrijk getal is: hoeveel eigenaren heeft een motorfiets gehad? En als je een relatief jonge motorfiets hebt die al behoorlijk wat keren van eigenaar is gewisseld, dan zegt dat vaak ook wat over de motor. Dat mensen er liever niet zo heel erg lang op rijden. Nou, dan kun je ook alvast afvragen of dat wel een motor gaat zijn die bij jou past. Kan natuurlijk altijd, maar wel goed om extra op je hoede te zijn. Een ander ding is dat je ook kan zien of de motorfiets verzekerd is. En vaak betekent dat er ook nog gewoon actief op gereden wordt. En of die bijvoorbeeld gestolen is, ja of nee. Leervolle dingen dus. Dus zorg dat je de website van de RDW altijd even checkt. En zo zijn we alweer aangekomen bij het einde van deze video. Ik hoop dat je het een toffe video vond en dat je er ook wat van hebt kunnen leren. Wil je nog meer van dit soort video's zien? Sla dan zeker even op die like button hier beneden. Laat wat van je horen in de comment section. Of abonneer je gewoon op mijn kanaal. En ik zie je heel graag een volgende keer. Ciao! En het allerbelangrijkste is natuurlijk of die burn-outs kan doen.